De bon bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is sinds afgelopen vrijdag in beraad. Tijdens een algemene ledenvergadering, ALV, vanmorgen is dus besloten om in beraad te blijven omdat de regering haar afspraken met de bond niet nakomt. Bondsvoorzitter Lloyd Pohl geeft aan dat ten aanzien van de nieuwe loonreeks er commissies zijn ingesteld om advies uit te brengen aan de minister. Echter zijn de vergaderingen met de minister al 3 keren verschoven. Daarnaast laat de COVID-toelage, die uiterlijk 29 juli zou worden uitbetaald, nog steeds op zich wachten. Ook zaken met betrekking tot vaste aanstellingen zijn niet gehonoreerd. Het laatste punt waarmee wij bezig zijn voor dit moment is dat wij betere voorzieningen, medische voorzieningen willen voor het personeel. Wij hadden de minister reeds aangegeven dat wij eveneens de politie en andere beroepsgroepen een premiumkaart wensen voor het personeel. De afspraak is gemaakt dat wij op 26 juli een vergadering zouden hebben met stakeholders waarbij de inzichten van de vakbonden meegenomen zouden worden of besproken zouden worden. Ik mag u zeggen, ik wil op mijn woorden letten, maar ik zal er duidelijk over zijn. Die vergadering is geen goede vergadering geweest. De mensen die eigenlijk daarover gingen vanuit de minister, er is een presentatie gehouden. Zij hadden een heel ander opdracht, dus ze begrepen niet eens waarvoor ze daar waren. Dus u begrijpt, het personeel gaat deze zaken niet meer accepteren. Wij zijn geruime tijd bezig, langer dan een jaar, ik denk 2 jaar zijn we al bezig. En op den duur willen wij dat de punten hun beslag krijgen. Pohl geeft ook aan dat de bond altijd bereid is te praten. Echter willen zij oplossingen hebben. Praten zonder oplossingen heeft geen zin. We hebben onderhandeld, we zijn zelfs naar de rechter gesleept. Waarbij we toen 3 maanden hebben gegeven. Daarna moesten we weer protesteren. Het personeel wil ook niet zo bezig zijn. Elke keer weer eigenlijk toezien hoe je voor de gek wordt gehouden. En dat accepteren de mensen niet meer. Dus ik heb de minister duidelijk gemaakt van kijk, we zijn bereid. Want het moet niet erop neerkomen dat wij niet bereid zijn. We zijn altijd bereid te praten. Maar wij hebben al onderhandeld over alle punten. Er zijn over en weer afspraken gemaakt. Dit zijn de laatste. Het is ook getekend door de ministers. Tenminste, 2 van de ministers hebben het document al getekend. We willen nou dat die oplossingen komen. Dus als je me roept voor de oplossingen, in feite moet minister Ramdien ons uitnodigen hoor. Want hij is namens de president voorzitter van het clusterteam van ministers. En het is op dat niveau. Dus als ze ons uitnodigen, moet het zijn dat er oplossingen zijn voor de punten. Dat zijn we wel. Dan zijn we voor de 100% bereid om te gaan, ja. Want het personeel wil in feite niet in beraad zijn. De bond bij het AZP blijft in beraad totdat de punten zijn opgelost. Hoe lang de bond in beraad blijft, zal afhangen van de regering. Er zijn afspraken gemaakt op papier en die moeten worden nagekomen, aldus Pohl.